Dames en heren, goedemorgen. Welkom bij College Friesland Over, 12 juli. Alweer, het is prachtig weer buiten. De coronacrisis krijgt wat andere vorm. We mogen allemaal weer meer aan het werk, meer dingen doen. Gelukkig. En er is ook een ander onderwerp wat groot is geweest de afgelopen weken. En eigenlijk het belangrijkste. En dat is de hele discussie over zwart en wit. En we doen dat allemaal, we noemen dat op een goede manier. En dat is voor Vista Nova een relevant onderwerp, omdat het ook gaat over loopbanen, over carrières. En hoe kun je dat als organisatie, als individu, op een goede manier vormgeven, daar gebruik van maken. En vorige week dachten we, eigenlijk zou het weer moeten. En we hebben besloten om het ook te doen, ondanks dat we met z'n allen nog niet precies weten hoe je dat moet doen. Hoe je goed, niet discriminerend, niet voortrekkend, niet vervelend, toch heel goed HR kunt vormgeven bij loopbaanvraagstukken. En dat gesprek willen we eigenlijk stimuleren. Daar hebben we een andere vorm voor gevonden. Inclusief drie mensen die daarover met ons in gesprek gaan, waar we heel erg blij mee zijn. Drie verschillende invalshoeken. Straks gaan ze zich allemaal wat uitgebreider aan me voorstellen. Maar Melissa Brown is hier. Ja. Melissa, welkom. Ja, dankjewel. Daan Vries, ja. Die heeft u wellicht eerder gezien, omdat Daan ook onze bedrijfsjournalist is, naast zelfstandig jurist. En Monica Jorna, en dat is wel een nieuw gezicht ook aan deze tafel. En Monica, Melissa en Daan gaan ieder vanuit hun eigen invalshoek een aantal thema's rond veel verstandiger loopbaanbeleid als dat we tot nu toe weten te voeren met elkaar bespreken. Eerst even wat uitgebreide voorstellen en daarna begin je aan. Yes. Ja. Ik ben Daan Vries. Ik ben inderdaad, zoals Hans al zei, bedrijfsjurist bij Gratis en Vries daarover. Als bedrijfsjurist heb je natuurlijk ook veel te maken met hoe gaan we om met de juridische kant van de arbeidsvergadering. En daar zit ook een stuk in hoe zorg je voor goed en inclusief HR-beleid. Dus dat is denk ik mijn belangrijkste aanpak van het thema van vandaag ook. Dat ik vandaag nog wel probeer mee te denken over wat zijn de regels over discriminatie, over hoe je omgaat met mensen met een andere achtergrond. Dan probeer je dan als jurist denk ik meestal zo goed mogelijk een invalshoek voor te vinden. En gelukkig heeft de wet, maar ik kan er straks ook nog wat uitgebreid op. Ook wel een hoop raakpunten van die als jurist kan gebruiken om met je en denk ik ook als HR-adviseur of PNO'er van hoe zorgen we daar nou voor en wat moeten we ook doen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast af en toe als jurist ook betrokken bij arbeidsconflicten. En dan merk je dat daar op de achtergrond meestal ook wel eens discriminatie een rol kan spelen. Meestal niet zo heel erg, houden we niet open. Maar wat ik als het meegemaakt in de zaak is dat het met een, als er een arbeidsconflict is met iemand uit een andere, met een andere afkomst, ja, dat er dan ook vaak wel de ervaring is bij de werknemer dat het een rol kan spelen in de beoordeling. Terwijl aan de andere kant vanuit de werkgever juist heel snel de hak in het zand gaat als het over discriminatie gaat. Dus dat is altijd wel een. Wat dat betreft een lastig. Ik denk dat het een soort taboe ding. Ja, ik denk dat het inderdaad een taboe is. Omdat elke organisatie wil natuurlijk graag en ziet zichzelf ook vaak als iemand die juist heel integer en heel bedachtzaam omgaat met dit soort thema's. Ja. Als je dan signaal krijgt dat het misschien niet zo is, dan leeft er vaak wel veel weerstand. Ja, precies. Ja. Oké, okay. Dankjewel. Yes. Voor nu. Monica. Ja, mijn naam is Monica Jorna. Ik heb heel lang in de jeugdzorg gewerkt. Daarvoor ben ik mijn carrière ooit gestart in een asielzoekerscentrum. Daar kreeg ik affiniteit met het onderwerp insluiten, uitsluiten. Tegenwoordig noemen ze dat inclusieve samenleving. Ik ben systeemtherapeut en dat wil zeggen dat ik me vooral bezig hou met wat tussen mensen gebeurt, met relaties. En dat kan zijn op de werkvloer, maar ook in gezinnen, partnerrelaties.
En op dit moment werk ik als systeemtherapeut in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En daarnaast geef ik veel training aan professionals op het gebied van diversiteit, op het gebied van het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling en op het gebied van systemisch werken. Dat is mijn achtergrond. Melissa? Ja, ik ben Melissa van Brouw. Ik ben 35 jaar. Ik ben van origine een HRM'er / leidinggevende bij binnen de overheidsinstellingen. Ik zal vandaag een beetje weer vertellen over mijn ervaringen als een donkere vrouw werkend bij de overheid en wat ik allemaal heb meegemaakt. En de kijk vanuit de donkere kant naar de rest van de wereld of naar dit gemeenschap. En nou, dat zo'n beetje. Ja. 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 En wist u, de afgelopen weken is enorm die discussie opgekomen over wat maakt het nou uit, wat voor kleur je hebt op de arbeidsmarkt en is dat verschil er en hoe kan je dat zien? Als je zo'n onderwerp ziet opkomen, wat doet dat dan met je? Het is meteen herkenbaar. Ja. Het is wel heel apart, maar het is wel echt meteen herkenbaar. Het is een onderwerp wat al heel lang speelt, maar alleen heel weinig aandacht heeft gekregen. En als je merkt met werving en selectie alweer, dat men niet alleen naar de achternaam kijkt, heb ik ook meegemaakt, maar dat als je ook in gesprek zit met men, dat er soms van die vragen gesteld worden, dat je denkt van nou, dat is niet zo fijn dat je die stelt, meer met betrekking op ja, je cultuur, hoe zit je in elkaar. Ik denk dat ze sommige vragen ook niet zouden stellen als ik dus geen zwarte vrouw was. Maar nou, het raakt me wel, want het speelt wel heel erg. Alleen heeft het niet zoveel aandacht gekregen. En nu krijgt het wel de aandacht die het verdient. Want het is echt een maatschappelijk probleem. Oh, ja. Ja. Wat? Als ik het zo wil vragen, wat doen we nou fout? Ja, het begint ja als. Ja, ik heb erover nagedacht en wat ik vaak gewoon tegenkom is de vooroordelen. Het is ook een beetje een groepjescultuur. Men gaat alleen met een bepaalde type groep om, omdat ze zichzelf daarin herkennen. En de andere groep wordt dan buitengesloten omdat ze dat dan niet kennen en dat ook te eng vinden. En dan komen er allemaal vooroordelen opspelen, waardoor het nog een groter gat ontstaat. En waardoor wij met z'n allen daar niets aan doen. Ja, dat is wat mij dus opvalt. Dat er gewoon heel veel vooroordelen zijn. Ook al ben je hier geboren in Nederland met een kleurtje, dan nog. Denken we, ja, dit in Nederland is daar heel anders over jouzelf als persoon. Ik heb HRM gestudeerd in Haarlem en hele leuke tijd gehad als enige donkere meid binnen mijn klas. Ik heb wel altijd het gevoel gehad dat ik me wel extra moest bewijzen. En dat vond ik wel heel naar, maar op een gegeven moment accepteer je dat gewoon. Dat is, je geeft het een paar keer aan en er wordt niet naar geluisterd of men moffelt dat weer van, nou weet je, zo gaat het hier of doe gewoon iets meer je best, doe je best om weer in de groep te passen. En het gaat meestal niet zo. Het is echt meestal dat je gewoon echt wordt buitengesloten. De reden waarom is omdat je gewoon een ander kleurtje hebt. Ja. En dat is wel heel jammer, want tijdens mijn loopbaan traject, ook tijdens mijn studie heb ik altijd extra moeten geven. Ja. En na mijn diploma gehaald te hebben, kwam ik dat ook gewoon geregeld tegen. Dus voor mij is het ook gewoon een manier van leven geworden wat eigenlijk niet zou mogen en ook niet zou hoeven. Ja. Ja. Ik ben benieuwd, Melissa, wat je zei. Dan wordt er gezegd, hè, doe wat extra je best en zorg dat je ertussen gaat horen. Dan wordt eigenlijk de bal bij jou gelegd om uitsluiting te voorkomen. En heb je het idee dat de andere kant ook wat gedaan heeft om jou in te sluiten? Nee, helemaal niet. En dat is wel echt de harde realiteit. Ja. Dat wordt meestal ook gewoon bij jou als zwarte vrouw wordt meestal gelegd van, weet je, het ligt aan jou. Jij moet wat meer doen om ertussen te passen. Ja.
Ja. Jij moet je iets meer openstellen, je moet wat vrolijker zijn, je moet wat extra zijn. Ja. Je moet gewoon echt vrienden proberen te maken, ook al wordt het niet echt toegelaten. Ja. 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 Dus het was gewoon, het is gewoon heel moeilijk. Ja, ja, klopt. Monika, ik had jou eens gevraagd, wat doen wij fout? Ja, ik ben dan blij dat je zegt, wat doen wij fout, hè? Met z'n allen. Ik denk dat Melissa een heel mooi voorbeeldje aandraagt. Integratie zou van twee kanten moeten komen. En je hebt altijd een dominante groep, een groep waar er de meeste van zijn, of die de meeste macht hebben. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid, vind ik. Die zouden ook aan de bak moeten om te zorgen dat iedereen erbij kan horen op wat voor manier. En als een klein groepje of soms zelfs als eenling van mensen met een kleur in een witte organisatie, dan ga je niet redden. Nee, dus het moet echt van twee kanten komen. De andere kant zal ook moeten kijken naar waar zitten eigenlijk onze blinde vlekken. Want ik denk dat heel veel mensen echt niet de intentie hebben om uit te sluiten. En toch gebeurt het. Ja. Dat is het enige wat mij een beetje optimistisch stemt in deze tijd, hè, nu het allemaal weer aangewakkerd is door de vreselijke moord op Floyd. Dat ik wel het idee heb dat er iets begint te schuiven en dat ook witte mensen gaan voelen, dit probleem is niet alleen van mensen met een kleur, dit is ook ons probleem. Wij moeten ook aan de bak, er moet echt iets, het roer moet om, er moet echt iets gaan veranderen. En mensen die kijken, dat zijn veel mensen die professioneel met loopbaan bezig zijn, met HRM bezig zijn. Ja. Als je dan nog een keer kijkt naar wat zouden die moeten doen daarin? Hè? Ja. Ja, dat is een hele brede vraag waar ik dagen over zou kunnen denken. Maar om het even klein, ik zal proberen het klein en simpel te houden. Uitsluiting gebeurt 9 van de 10 keer niet bewust. De meeste mensen, zei ik al, hebben de intentie om het samen goed te doen. Maar wanneer je gedrag wat net iets anders is dan wat jij gewend bent, omdat iemand anders gesocialiseerd is, als je dan daar de betekenis aangeeft van dat het minder goed is, dan ben je toch aan het uitsluiten. Dus het is denk ik heel mooi als je gaat verdiepen waarom iemand iets anders doet, want veel bedrijven en organisaties zeggen we willen diversiteit. Maar soms willen ze diversiteit wat er van buiten uitziet als diversiteit, maar je moet vooral meedoen met hoe we het altijd al deden. Met onze vanzelfsprekendheid. Ja, de cultuur van het bedrijf, die blijft Die blijft exact hetzelfde. Ja, nou, dan gaan mensen die je binnengehaald hebt, die juist net een andere kijk op dingen hebben, die gaan niet blijven. Dat houdt niet vol. Dus je zal echt je moeten gaan verdiepen in dat het anders kan en openstaan voor feedback van mensen die het anders doen en die daar andere normen, gedragsvormen op nahouden. Mag ik het onderbouwen met een klein voorbeeld? Ik vond het interessant altijd in de jeugdzorg, daar ben ik een tijd lang aandachtsfunctionaris diversiteit geweest en ik heb veel collega's gezien die echt de intentie hadden om meer diversiteit naar binnen te halen, want wij gaven jeugdhulp aan kinderen met alle kleurtjes, terwijl het personeel was voor 90% wit. Dus dat is niet goed voor kinderen ook. Hè? Je moet ook zien, er kan ook een zwarte mevrouw directeur zijn hier of hulpverlener. Al was het maar om zich daarmee te kunnen identificeren. En wat we dan zagen, dat ze wel werden uitgezocht op hun brief en op sollicitatiegesprek mochten en soms zelfs ook aangenomen werden. En je had toen nog vaak een proeftijd van 2 maanden. En heel veel vielen in de proeftijd af. En dan ging ik in gesprek met beide kanten en dan werd bijvoorbeeld gezegd, ze was wel heel aardig, maar ze nam helemaal geen initiatief. Er kwam zo weinig uit. En als ik met de persoon in kwestie ging praten, dat waren soms mensen die gesocialiseerd waren in een collectieve cultuur waarin je leert bescheiden te zijn. Ja. En het belang van het groep staat erop. En daar voeg je je na.
Dus die zeiden, ja, als we dat geweten hadden, dan moeten we best wel initiatief nemen. Maar ja. Ik was van mening dat dat onbescheiden is en ja. Dat dat niet netjes is. En dat, dus dat zijn misverstanden waar beide partijen niks aan kunnen doen. Ja. Het is alleen wel jammer als de dominante groep, de groep met de macht, er de betekenis aan geeft. Dit is iets negatiefs, ja. Want initiatief nemen is goed. En dat ze niet doorhebben ik ga er niet over of het goed of fout is initiatief nemen, maar het is maar een mening om dat goed te vinden. Ja. En je kan in gesprek met elkaar en zeggen, ik vind het fijn als je uit jezelf zegt, eigenlijk wil ik het zo, of dit wil ik gaan doen, of wat, dat wil ik gaan doen. Dus ik denk wat er moet gebeuren is dat iedereen zich gaat realiseren dat hij onderdeel is van een cultuur. En dat daar heel veel vanzelfsprekendheden in zitten, die voor de ander niet vanzelfsprekend zijn. Ja. En als je daarover in gesprek kan gaan met elkaar, dan geef je iedereen de ruimte en geef je iedereen invloed. Dus dat, ik denk dat we dat anders zouden kunnen doen. Dat dat nog niet zoveel gebeurt. Als ik ook iets erbij mag zeggen, het is ook echt met elkaar in gesprek gaan. Ja. Elkaar gewoon wel even samenvatten wat je net zei. Echt elkaar leren kennen. Ja. Als we elkaar gewoon goed genoeg kennen, weten we er ook mee om te gaan. Ja. Het is echt heel verschillend, want de generatie die nu opkomt, die zijn wel iets meer gemeender. Ja. Die gaan wel met alle soorten culturen om. Ja. Ja. En dat merk je ook aan een blank jongetje. Die is al gewend om te gaan met een Marokkaan of met een donker persoon. Dus in zijn verdere loopbaan carrière heeft hij daar ook, zit er ook geen gat tussen. Want hij kent de cultuur en dat gaat allemaal veel makkelijker. Ja. En dat is eigenlijk waar we naartoe moeten gaan. Is dat we gewoon echt lekker met elkaar beginnen om te gaan. Diversiteit meer op de afdeling hebben. Maar ook echt investeren daarin. Echt workshop organiseren waarbij mensen gewoon samen gaan zitten. Elkaar leren kennen, culturen leren kennen. Ja, dat lijkt me echt een hele op de dag. Melissa, jij hebt kinderen, hè? Ja. Jongens toch? Ja, inderdaad. Ja. Merk je dat het voor hen al anders is? Ja. In die generatie? Ja. Klopt, mijn jongste heeft een beste vrienden, dat is gewoon een blank jongetje. Ja. Ja, ze zeiden echt, dat is heel anders vergeleken dan in mijn tijd. Ja, klopt. Het ligt misschien ook wel aan of je in een stedelijk gebied woont of meer op het platteland. Ja, dat is ook weer waar. Kijk naar de school waar mijn zoon op heeft gezeten, die nou. Ik denk dat het letterlijk op één hand te tellen was hoeveel verkeerde kindjes daar waren. Hij heeft daar ook zijn weg in moeten vinden, want hij zat op de voetbal weer met heel veel jongens van Turkse komaf, waar hij buitengesloten werd. Dus, waar hij kon voelen hoe het is om bij de minderheid te horen, dat heeft hem wel goed gedaan. Dus twee kanten meemaakt, hè? Ja. Maar ik denk wel dat het veel uitmaakt of je als kind opgroeit in een stad of het platteland, komt. Want bij ons is het echt heel erg gemeend. Ja. En het is gewoon echt heel gemoedelijk. Het is gewoon heel fijn wat ik. Maar daar heb ik ook echt bewust voor gekozen gezien. Ja. Wat ik zelf heb meegemaakt, dat wil je natuurlijk je kinderen dat niet meegeven. Dus hebben wij ook echt een plek gekozen waar het gewoon waar de balans daarin is. En dat mijn kinderen ook leren omgaan met de blanken, maar ook met de Marokkanen en ook met de paar. Ja, dat is wel een goede keuze geweest. Ja. Nu toe, want het gaat gewoon echt heel goed. Ja. En ik ben er echt blij mee. Ja. Ik heb een beetje een vraag voor jullie drieën. Als je nu de discussie van de afgelopen 2 weken in de media volgt, dan concentreert zich nog op een soort groepen en tegenstellingen tussen groepen. Dus zelfs zwart-wit. Daarvoor is het moslim of niet moslim. Dus het wordt voor mij vooral allemaal dus heel erg op een hoop geveegd. Op grond van een of ander vrij makkelijk. Zichtbaar uit je kenmerk. Als ik jullie wil praten, dan praat jij niet zozeer over groepen, maar over individuen. Individuen met verschillen. Hoe werkt het nou precies als je een team hebt waarin je zegt van ik heb wel groepen, bijvoorbeeld zwarte mensen en witte mensen, maar daarbinnen heb ik ook nog oneindig veel verschillen tussen die personen. Want voor rol spelen die verschillen om dat zwarte wit wat minder belangrijk te maken. Ingewikkelde vraag. Ja, ik denk sowieso dat alle mensen geneigd zijn om zich het eerst aan te sluiten bij mensen die zoveel mogelijk op hen lijken. Als je kijkt naar een kantine in een ziekenhuis of op een school, dan zie je echt groeperingen, dan zie je dat ze per
vakgroep bij elkaar zitten of op afkomst kiezen. Je ziet toch wel vaak een groep waar Marokkaanse mensen bij elkaar zitten, Turkse mensen bij elkaar en witte Nederlanders bij elkaar bijvoorbeeld. Dat gaat niet als vanzelf gelinkt. Maar inderdaad, je hebt ook gelijk, in die groep heb je natuurlijk ook heel veel verschillen. En ik denk dat dat is wat mensen juist vaak vervelend vinden als ze neergezet worden als representant van een groep. Als ik tegen Melissa zou zeggen, ja, jullie doen de dingen toch ook zus of zo. Ja, dan denk ik zo waarschijnlijk, oké, wie zijn jullie en is dat wel zo? Of, ik merk het zelf al als ik op vakantie ben in het buitenland. En, iemand vroeg een keer, hoe doen ze dat in Nederland verjaardag vieren? Nee. En dan denk ik, ja, wat moet ik nou eigenlijk zeggen? Omdat bij mijn ouders thuis gaat het stereotype beeld van een ronde tafel, een blokje kaas en een gevuld eitje. Of hoe wij inmiddels feest vieren, dat is dans in de kamer en met heel veel mensen. Of hoe mijn buren het doen. Het is lastig om over een groep te spreken en toch heb je het soms nodig om duidelijk te maken waar het over gaat. Ja. Oké. Okay. Toen wij dit voor zaten te bespreken, toen hadden we een analogie en dat is, zeg maar, de laatste tijd is echt wel gewoon privacywetgeving is een belangrijk onderwerp geworden. Waar op de een of andere manier overal in Nederland, iedere personeelsverdeling, iedere dienstverlener houdt daar op een bepaalde manier rekening mee. En we realiseerden ons dat onderscheid maken om verkeerde redenen wel eens net zo'n onderwerp zou kunnen zijn. Ja, handhaven of niet handhaven is eigenlijk niet zo belangrijk. Er is een wet, daar moet je gewoon aan houden, ondanks dat geen politieagent nodig is om te kijken of je eraan houdt. Ja. Dus er zit een juridische kant aan. En het lijkt aardig om daar even bij stil te staan. Van wat is er nou precies juridisch aan de hand? Waarom niet mag wat soms gebeurt? Daar. Yes. Voor de kijkers zijn er ook nog een aantal sheets over. Waar ik mee kan beginnen, het beste is met wat is er nu aan wetgeving eigenlijk. Waar heeft ook bedrijf, maar heeft ook de HR-afdeling, maar ook de collega's zelf, waar hebben die zich aan te houden? Nou, het begin, zeg maar gelijk behandeling, vindt de wetgeving ook wel heel belangrijk, want het is ons eerste artikel in de grond. Dus artikel 1 zegt, iedereen die in Nederland is, die wordt voor de wet op dezelfde manier behandeld. Als particulier kan je niet zo heel veel met iets doen. Dus als individuele werknemer heb je niet verschrikkelijk veel aan de grondwet. Meestal kan je daar niet rechtstreeks op beroepen bij je werkgever. Je zegt, hey, maar de grondwet bepaalt dit. Maar het is wel iets dat in veel andere wetten terugkomt. En dat dus waar je ook echt aanspraak op mag maken, omdat we het wel zo sterk in de wet hebben verankerd. Dat is niet alleen onze grondwet, maar je hebt ook nog twee verdragen die daar een rol spelen. Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationale Verdrag voor Burgerlijke Persoonsrechten. Daar is Nederland ook partij bij en die geven dus nog een extra lading. In al die wetten staat eigenlijk iedereen die in Nederland is, of iedereen die in een andere lidstaat is, die moet op dezelfde manier behandeld worden, ongeacht waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet. Ook hoe oud hij is, welk geslacht hij heeft. Er zijn nog een aantal in seksuele geaardheid en genderidentiteit natuurlijk ook belangrijke punten. Het is wel belangrijk om toch als uitgangspunt te beseffen, in Nederland moet je iedereen op dezelfde manier behandelen. Dat staat niet alleen in de grondwet, maar het is ook uitgewerkt in de Algemene Wet gelijke behandeling. En die zegt heel duidelijk, ook in de arbeidsverhouding en nog een aantal andere een zaak, maar hier is denk ik arbeid het belangrijkste. Je mag geen onderscheid maken op grond van afkomst, huidskleur, etniciteit. Je mag geen onderscheid maken op grond van geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit. En zo nog een aantal leeftijden zijn ook belangrijk, maar voor vandaag iets minder relevant. Dus je mag geen onderscheid maken. En wat is dan onderscheid maken? Daar hebben we eigenlijk twee varianten van. Je hebt direct onderscheid of directe discriminatie. Dat wil zeggen dat jij, dat zie je bij supermarkten nog wel eens, een bordje met sollicitant tot 18 jaar. Want op een gegeven moment word je toch te duur en dan vindt de Albert Heijn dat je dan met pensioen kan op je 21ste. Dat is een voorbeeld van directe discriminatie. Qua afkomst en etniciteit zie je dat wat minder snel, want over het algemeen zegt niemand wil per se van de Nederlandse nationaliteit. Of iemand die er op een bepaalde manier uitziet.
Maar wat je daar veel vaker ziet, is indirecte discriminatie. Dat wil zeggen dat jij ook een objectief criterium hebt, maar in de praktijk werkt dat zo uit dat mensen met bijvoorbeeld een bepaalde afkomst of een bepaalde leeftijd daardoor benadeeld worden. En een voorbeeld dat je daar vaak van ziet is dat je in de vacature wordt gevraagd om foutloos Nederlands te spreken. En foutloos Nederlands spreken, dat is iets dat mensen met een Nederlandse nationaliteit, of die in Nederland zijn geboren, maar een stuk beter doen dan mensen die hier later leeftijd naartoe zijn gekomen. Dat is een voorbeeld van indirecte discriminatie en dat mag in principe niet, tenzij het objectief gerechtvaardigd wordt voor een legitiem doel. Dat wil zeggen, het standaard voorbeeld dat je hierbij dan meestal hoort is een leraar Nederlands, daarvan moet je verwachten. Het is gewoon essentieel dat die foutloos Nederlands spreekt. Want als je als leraar niet boven het niveau van je leerlingen staat, dan ben je niet zo'n hele geschikte leraar voor het algemeen. Dus daarom maakt het dan wel, en is wel van belang dat je dat doet op een passende en noodzakelijke manier. Dus het mag niet verder gaan dan dit. Het zou bijvoorbeeld te ver kunnen gaan als je zegt, nou ja, wij letten dan, dus wij vinden dat over het algemeen alleen mensen die in Nederland geboren zijn, foutloos Nederlands spreken, dus wij richten ons toch wel op waar ben je geboren. Ik denk dat dat in dit geval te ver zou gaan. Wanneer je ook onderscheid mag maken, en die is voor vandaag denk ik ook wel belangrijk, is om bepaalde groepen die het over het algemeen moeilijker hebben op de arbeidsmarkt, om die te bevorderen. En er zijn een aantal varianten van waarop je dat kan doen. De bekendste is denk ik het voorkeursbeleid. Dat wil zeggen dat als je twee kandidaten hebt van dezelfde geschiktheid, dezelfde ervaringsniveau, dezelfde opleiding, et cetera, dan mag jij kiezen om, en mag je ook zo communiceren om de voorkeur te geven aan bijvoorbeeld een vrouw of iemand met een zwarte huidskleur of iemand met een Marokkaanse nationaliteit. Dat mag je niet zomaar doen. Je mag bijvoorbeeld over het algemeen niet zeggen, wij nodigen alleen maar mensen uit een bepaalde groep uit. De wetgeving is wel zo dat je iedereen moet een kans krijgen. Dus als je een tijdje terug zag dat de TU Eindhoven heeft gezegd, wij nodigen het komende half jaar of jaar en van vrouwen uit. Volgens mij, ik heb daar nog even naar gezocht gisteren, ik heb de uitspraak nog niet kunnen vinden, maar die is wel erg op de randje denk ik, omdat je daarmee een hele grote groep mensen uitsluit. Maar ook wellicht dan weer andere mensen die ook een moeilijke positie op de arbeidsmarkt hebben, misschien ook wel harder kunnen worden geraakt. Ik zeg even een voorbeeld, onze partij, we begeleiden mensen op weg naar nieuwe baan. En soms heb je iemand die wat ouder is en die wordt inderdaad nooit uitgesloten op grond van leeftijd, maar altijd weer te zwaar. Ja. Dan doen ze weer te ervaren of dat soort dingen. Ja, dat zijn denk ik direct te zwaar, maar sowieso al een heel gevaarlijke. Ja. Maar goed, voor sommige eisen, of sommige functies moet je bepaalde fitheidseisen. Bij brandweer bijvoorbeeld. Ik bedoel te zwaar. Ja, het is heel ervaren. Het is heel ervaren. Ja. En dat is leeftijd. Ja, wat denk ik een lastig punt is aan deze wet, is dat het heel moeilijk is om als individu om te handhaven. Wat je kan doen is naar de commissie gelijke behandeling gaan. Het is een commissie van het college beleid van de mens. En daar kun je een klacht indienen. Voordat je daar naartoe komt, is wel een eis liggen eerst bij de partij zelf, dus een werknemer. Maar doen die daar naar jou onvoldoende mee, dan kan je dus nog een stap hoger gaan. En ik denk zeker dat dit toch wel voor veel organisaties ook lastig onderwerp, is dat vaak wel leidt tot een slechte relatie met je werkgever. Waarom zeg je op de arbeidsmarkt heb je niet zoveel aan het juridische gedoe? Als individu, er zijn mensen die het wel doen. Een tijdje terug had je een zaak over een sollicitant die is afgewezen en die kreeg een per ongeluk een mailtje dat in het werk goed werd. Is naar hem gestuurd en daar stond er werd nog wat grover verwoord dan nu, maar daar hoef je niet in te zeggen, want die heeft een goede huisdeur. En dat stond daar letterlijk in. In dat geval is er ook zelfs aangifte. En dat soort uitingen zijn dus strafbaar. Daar wordt ook tegen opgekeken. In dit geval is de persoon die de mail heeft gestuurd.
veroordeeld voor een werkstraf van 40 uur. Dus ja, dit is wel wat mogelijk, maar je investeert er altijd ook wel, zeker als je al langer bij je werkgever bezig bent. Ja, kan het heel slecht uitpakken voor je verhouding met de werkgever. Dus ja, ik heb veel respect voor mensen die het doen, maar ook altijd het grenzen resultaat opleveren. Nou ja, ik denk 99 van de 100 keer speelt dit achter de schermen. Ja. En voel je als persoon wel dat dat speelt, ja. Maar heb je niet dat harde bewijs van uitgelekte mailtjes. Ja. En daarnaast moet je ook, als je het, je wordt ook niet echt serieus genomen. Als je het überhaupt, want het is al sowieso heel moeilijk om te doen. Kom je bij je leidinggevende aan en dan heeft hij ook echt zo'n houding van, weet je, nee, dat zal wel niet. Nee. Of het wordt heel erg weggemoffeld. Ja. Terwijl het al heel moeilijk is om het aan te geven. Ja. Dus dat is ook wel een punt dat werkgevers zich dat ze dat echt serieus moeten oppakken. Dat wanneer iemand aangeeft van, nou, er is discriminatie in het spel, dat het gelijk, ja, sowieso het discriminatiebeleid gelijk erbij gepakt wordt als wat nodig is. Ja. Want het is wel echt heel ernstig. En het is natuurlijk ook voor je verdere loopbaan. Ja. Als je daarmee in aanraking bent gekomen, dan zie je dat ook weer terug in je verdere loopbaan. Want jij als persoon, je gaat je hebt minder vertrouwen in de rest van de omgeving. Ja, precies. Je wordt wel wantrouwig. En ik kan me ook voorstellen, Melissa, maar ik weet niet hoe dat werkt. Als je, misschien kan je nog herinneren toen je net op de arbeidsmarkt was en jonger, dat je ook gaat twijfelen aan je eigen intuïtie en aan je eigen waarneming. En dat je denkt, zie, zou ik dan te gevoelig zijn? Je raakt jezelf gewoon kwijt. Overdrijf ik het niet? Je raakt jezelf gewoon echt kwijt. Ja, kwijtraken bedoel je dat je ineens niet meer wie je echt bent. Ja. Je bent een zelfverzekerd persoon en kom je in contact met de rest en dan is het ineens, ben je heel onzeker en heel twijfelachtig en je moet echt alles dubbel checken. Ja. Weet je, je kan jezelf echt kwijtraken. Ja. Dat is ook het jammer ervan. En ben je eigenlijk op jezelf aangewezen uiteindelijk. En hoe kom je daaruit? Ja, ja. Dat is dan ook lastig van alles. Hoe kom je daaruit? En jij? Nou, ik heb een life coach bij de hand, via hand. Goede gesprekken gehad. Ja. Een van de dingen wat heel belangrijk was voor mij, is dat je echt weer jezelf moest gaan vinden. Ja. Wie ben je eigenlijk? Waarom heb jij gekozen om studie als HR bijvoorbeeld te volgen? Wat waren de dingen die je, ja, je raakte zelf zo aan gewerkt. Dat is ook niet eens meer leuk wat je leuk vindt. Ja, je ziet het gewoon allemaal niet meer. En dat is dus het gevaar daarin. Dus het is niet alleen de discriminatie wat heel lastig is om te benoemen, maar ook de nasleepwerking ervan. Ja. En de effecten, de negatieve effecten die het kan hebben op een zwarte persoon. Ja. Ja. Helpt het, ik kom net een beetje langs, helpt het als je als organisatie een heel expliciet beleid hebt op dit punt? Jawel, dat helpt wel, maar daarnaast niet alleen het beleid, maar ook echt praktiseren. Ja. Want de meeste organisaties hebben een heel mooi beleid, maar in de praktijk kom je tegen dat ze er niets mee doen. Op papier staat het heel mooi geschreven. Ja. In de realiteit was niet deze cultuur bij het beleid, bij wijze van. Ja. En breed gedragen zijn, denk ik. En wat je nu veel ziet in organisaties, is dat er één aandachtsfunctionaris diversiteit is. Ja. Daar komt alles bij terecht. Ja. En in je eentje kan je de cultuur niet veranderen. Nee. Dus je moet veel meer mensen hebben die bereid zijn om hun nek hiervoor uit te steken. Ja. En dat zie je hier voor je al snel ook de mensen die ik uit hier samen. Die over de diversiteit gaat. Ja. En zelfs van, oh, dat zijn stokpaardje. Ja, precies. Ja. Daar hoeven wij er ook niks mee. Nee, precies. Ja. Dat is al die meer ingekapseld. Ja, zoals zorgvuldig worden aangepakt. Ja. Zoals jij zei, 70% zijn echt belangrijk. Ja. Genoeg mensen binnen de organisatie die dit allemaal in de draagvlak gewoon heel goed is om dit gewoon echt goed aan te pakken en dat ook effect heeft. Ja. Ja, het vraagt denk ik creativiteit, dat je ook durft out of the box te denken en lef om de dingen af en toe anders aan te pakken. Ik weet dat toen ik in de jeugdzorg werkte, was het daar heel moeilijk om mensen met een migratieachtergrond te vinden en te behouden in de organisatie. En toen moest ik training geven in Brussel en die zeiden, ja, dat was voor ons ook zo, maar wat wij hebben gedaan is gewoon, we hebben gezegd, het hoeft geen HBO-opleiding te zijn, want we zagen dat bij ons in de wijk heel veel allochtone
mensen een mbo-opleiding hadden. En die hebben we zelf verder opgeleid op hbo, die hebben we dan ook. Ja. Ik vond het heel mooi en heel fris ook. Dat ik dacht, ja, als je belangrijk genoeg bent, dan kan je altijd bedenken. Want er zijn natuurlijk genoeg capabele mensen. Ja. Dus dan moet je gaan denken, hoe haal ik ze binnen? Wat is daar extra voor nodig? Want soms moet je als organisatie ook extra stappen zetten. Ja. Ja. Nou, hoe haal ik binnen is meestal heel goed geregeld, maar hoe behoud ik ze? Ja. Dat is wel echt een heel lastig. Ja. 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 Nee, en daar hadden ze daar ook over nagedacht. Want zij zeiden ook van ja, als we in onze organisatie beginnen met 2, 3, 4 mensen. Die gaan ook weer weg, hè? Want dat is zo lastig om je als zo'n kleine minderheid in een organisatie die daar nog niet op ingespeeld is, binnen te houden. En nu hebben ze gewoon een hele groep in één keer binnengehaald. Ja, dan kan je elkaar ondersteunen en is die machtsongelijkheid iets kleiner. Helpt het in juridische zin dan om beleid expliciet te maken op dit onderwerp? Zeker nog, je bent er toe verplicht, je bent als werkgever op grond van de arbeidswet verplicht om goed arbeidsomstandighedenbeleid te hebben. En dat betekent onder andere dat je moet voorkomen dat er psychosociale arbeidsbelasting te veel of ergens veel mogelijk uitsluiten. En als dat niet kan, dan zal zoveel mogelijk vermijden. Ja. Psychosociale arbeidsbelasting zijn eigenlijk alle factoren die stress op kunnen leveren. En discriminatie is een heel belangrijke bron van stress. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die toetst dat ook. Die hebben ook expliciet als beleid. Discriminatie is een van de bronnen van stress waar jij als werkgever iets mee moet. En wat moet je daarmee? Je begint eigenlijk met. Zoals met alle arbeidsrisico's, je moet inventarisatie en evaluatie maken van wat kan allemaal misgaan. En ja, ik denk zeker dat dit van wat we de afgelopen weken hebben gezien, dat je wel kan zeggen dat in elke organisatie discriminatie op een vorm een risico is. En ja, zeker discriminatie op grond van afkomst of huidskleur of etniciteit, dat speelt. Denk ik vooral inderdaad in organisaties waar kleine groepen van minderheden zijn. Dus als je dat herkent in je organisatie, dan is dat zeker iets waar je wat mee moet gaan doen. En dat doe je concreet door een bepaalde aandacht te maken. En daarbij mag je, en is het denk ik ook gewoon slim om allerlei groepen die in je bedrijf werken, stakeholders bij je te betrekken, al een ervaring en wat zou daar een goed plan voor kunnen zijn. Vervolgens, het is ook beleid van de inspectie, moet zich dat over het algemeen uiten in de gedragscode. Dus hoe wil jij dat je werknemers met elkaar omgaan? Want als werkgever moet je er ook voor zorgen, het is niet alleen discriminatie vanuit hoge hand, dus vanuit de werkgever zelf. En dat speelt ook een rol bij promoties bijvoorbeeld. Ja. Maar het gaat juist ook om hoe zorg je ervoor dat die cultuur op de werkvloer zo is dat dit. Deze stressfactor, discriminatie, zo mogelijk wordt vermeden. Wat je ook moet hebben is een klachtenprocedure. En ja, kan het denk ik ook daarvoor die is er vaak wel, maar als je dan al een klacht in durft te dienen, is het maar heel erg de vraag. En misschien de klachtencommissie zelf of de vertrouwenspersoon zelf, in mijn ervaring, die gaan er nog wel. Heel integer mee om. Op een gegeven moment moet zo'n ook naar het bestuur of naar de werkgroep zelf. En dan wordt het vaak een ander verhaal. Dus daar denk ik ook echt een uitdaging om ervoor te zorgen dat die klacht niet zo wordt behandeld dat het een smet heeft op de loop van je loopbaan. Want wat ik in een zaak als een beetje gekomen is dat iemand zich heeft uitgesproken over echt openlijk racistische opmerkingen van klanten. En dat vervolgens die persoon een stempel geeft, ja, je hebt heel weinig vertrouwen in de intenties van de mensen. Je trekt het heel snel op portie. Dus ja, ik vond het toch wel heel kwaad om te zien hoe snel de deur dicht gaat zodra je daar gewoon begint. Dus ik denk dat als je bezig hebt met het opstellen van het beleid, denk dan ook aan hoe zorgbaar je voor dat die. Mensen zich vrij willen ontklaren en hoe gaan we daar tegen mee om? Maar ja, dat is wel juridisch deel, zeker. Het is heel belangrijk om daar ook echt een concreet beleid voor te hebben. Oké. Ja. En dan zeg maar, je hebt het juridische kader, daar is
nou, winsten boeken. Maar ik hou het een beetje vast een verwijderde reëngrijs worden, is ook wel fijn. Zeker, ja. Dan heb je dominantie van de grootste groep, ja. Van de grootste soort, zeg maar, die hier rondloopt, die er overheen hangt. Personeelsfunctionarissen en loopbaanadviseurs werken vaak met individuen. En nou, dan is het heel sprekend wat je vertelt over hoe dat dan werkt. Hè, als je in het hoekje terechtkomt van ik ben anders. Alle personeelsfunctionarissen en loopbaanadviseurs bij elkaar zouden een enorme kracht kunnen opleveren om juist die verschillen begrijpelijk te maken, te waarderen en dat soort dingen. En toen we met het onderwerp bezig waren, toen kwam ook langs van duurzaam organiseren. En ik herinnerde mij, dat is voor mij alweer een fors aantal jaar geleden, dat ik een keer bij een organisatie werkte dat heel snel groeide. Echt van 200 naar 400 man in 2 jaar tijd. Nou, dat is lekker werken, zeg maar. Ja. En dan hadden we een beetje als vuistregel, als we een sollicitant langskomen die best geschikt kan zijn, maar lijkt op iemand die we al hebben, neem hem niet. Maar ja, dat is een simpele regel, zeg maar. En dat, die was een goed handhaven, dat we zo snel groeien. Maar wat het opleverde, viel mij op, achteraf, is dat de verschillen tussen mensen groot waren. En dan ga je elkaar meer zien. Maar als je allemaal elkaar leidt, dan ga je in de verschillen. Terwijl als je veel verschillen hebt, denk je, hey, dat is interessant. Iedereen is een beetje anders dan ik. Is het begrip duurzaam te verbinden aan inclusiviteit? Is dat zo? Kun je van organisaties zeggen, ja, die zijn goed bezig, duurzaam bezig, als ze niet onderscheid maken op verkeerde motieven, sterker nog, als ze juist onderscheiden op inclusief zijn, diversiteit, verschillende kwaliteiten en talenten in huis? Ja, ik denk dat je sowieso wendbaarder maakt als organisatie. En die weet ook veel beter wat er speelt in verschillende groepen. Want elke groep heeft denk ik zijn eigen thema's en ook zijn eigen manier om benaderd te worden. Dus als je het allemaal weet te willen in één organisatie, en denk ik dat je veel beter weet wat te leven en beter op in kan spelen. En een ander punt van duurzaamheid is denk ik dat het ook fijn werk is in een inclusieve organisatie waarin verschillende belangen zijn. Dus, en dan kom ik eigenlijk terug op wat ik net zei, over je moet zoveel mogelijk stress voorkomen als werkgever. Een open, inclusieve cultuur kan daar denk ik wel een hele goede rol in spelen. Wat betekent dat er minder stress is, is dat de werknemers ook gelukkiger zijn. Dus veel duurzamer aan het werk. Ja, en ze leren elkaar, doordat het zo duurzaam is, hebben ze ook de tijd. Het is ook wel nodig om elkaar te leren kennen, want daarin worden ze uitgedaagd. Want ze leiden allemaal niet op elkaar. Dus dan wordt een interesse opgewekt. Ja. En dan komen de communicatie en de ene collega die leert de andere zodanig kennen het op de werkvloer, dat het gewoon zo goed uitpakt omdat ze elkaar gewoon heel goed kennen. Ja. Dus ik vind duurzaamheid wel echt een hele goede aanpak. Ja. Ja. Het is ook aangetoond, hè? Het bedrijfsleven is al heel lang aangetoond dat teams waar meer diversiteit in zit, die maken meer winst. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. En dat is eigenlijk ook heel logisch. Ja. Alleen maar dan heb je meer ideeën, en je kan elkaar, je leert als er meer diversiteit in een team zit, is de kans veel groter dat je elkaar zo blinde vlekken op weet te hebben. Ja. En als je allemaal een beetje aan elkaar leidt, dan krijg je de cultuur van, ja, zo doen we dat altijd. Ja. En het is veel moeilijker om te vernieuwen. Want je houdt elkaar in de grip en er is geen frisse wind. Ja, dat herken ik wel. Want op een gegeven moment was ik op een afdeling en ik ken elkaar al 20 jaar en iedereen leek op elkaar. En dan kom je daar binnen en dan was het van het eerste wat je dan hoort als je dan iets nieuws wil aandragen. Maar nee, zo doen we dat altijd. Ja. En dat willen we graag zo houden. Ja. En, maar ja, dan ben je daar in je eentje en je hebt verder niemand die anders is dan jou. Dus op een gegeven moment sta je daar alleen en dan krijg je dat niet voor elkaar. Nee. Omdat de dominante groep die dan bepaalt. Ja, klopt. Ja. Het is echt waar. Ja. Het is echt, komt echt voor inderdaad. Ja, en als jij een afdeling of een team hebt, of je werkt als P&O voor een organisatie, en je denkt van nou ja, zo duurzaam is het bij ons nog niet, en zo inclusief is het ook nog niet, maar ik zou het wel willen. Ja. Waar begin je? Nou, ik vond jouw voorbeeld net heel mooi. Als je
allemaal al de insteek hebt van we willen diversiteit. Dus we gaan mensen aannemen die niet op onszelf lijken. Dat is al een hartstikke mooi begin. Alleen is het dan weer wat jij volgens mij zei, Melissa, hoe hou je zo binnen? Hoe maak je organisatie tolerant en vriendelijk voor iedereen? Ja. Ik denk wel dat het helpt als je dan ook een aantal mensen aanneemt die net wat anders zijn dan de groep die ervan is. Maar ik had toen geluk dat er veel mensen me samenwezen. Dat maakt het echt heel makkelijk. Ja. Maar er zijn natuurlijk zelfde organisaties die zeggen, ik neem helemaal niet aan, of zelfs een beetje krimpen. En als je dan toch die stap wil maken, dan moet er iets anders gebeuren. Ja, als je geen nieuwe... want dan blijf je met het team wat er is. Wat er is, ja. Ook zo'n team kan je coachen in ieder geval diversiteitsvriendelijker gaan werken. Zowel naar je klanten als naar elkaar. En volgens mij begint het steeds, heel vaak wordt gedacht, oh, moet de cultuur sensitief werken. Dus dan moet ik heel veel leren over hoe Marokkaanse mensen gesocialiseerd zijn of op de werkvloer zijn of Turks mensen. Nee, het begint bij jezelf. Het begint bij je te beseffen wat je eigen culturele achtergrond is. Ja. En welke normen je daaruit meeneemt als vanzelfsprekend. En dus plakt op de ander. Ervan uitgaat dat die ander dat ook precies zo doet. Ja. Dus het vraagt een bewustwordingsontwikkeling. In eerst weten, oké, hoe zit ik nou zelf in elkaar? Wat vraag ik daarmee van de ander? Hoeveel ruimte neem ik in? Hoeveel ruimte neem ik als groep in? Wat heeft dat voor effect op mijn collega's, op mijn klanten? Kun je het vragen? Aan mensen, of wat effect heeft het? Ja, dat is het denk ik. Het is met alles vragen en communicatie. Ja. En dat is ook de beste manier hoe je leert, denk ik ook. Als je er bewust van bent van, nou weet je, ik heb andere normen en waarden gezien, een vrouw die wel tegenover mij zit. En in gesprek gaan met elkaar. Ja. En dan open vragen stellen en dan kan je leren kennen. Ja. En daar begint het echt mee. En dat is echt enorm. Ja, en zo onthoud je het ook. En zo maak je ook alle informatie die je hebt gekregen, maak je ook je eigen. Je kan het ook makkelijker plaatsen, omdat je alle vragen kunt stellen waar je zelf in zit. Ja. Ja. Hey, en minister, jij hebt het meegemaakt. Dat ja. Op een bepaalde manier. Als iemand het jou zou vragen, heb je het gevoel dat je eerder kan antwoorden dan? Als iemand mij wat zou vragen? Van wat doet het met jou dat wij een bijvoorbeeld witte groep zijn? Voor jou als zwarte vrouw? Nu na alles, nou in het begin deed het me wel, ja in het begin was ik niet naïef, maar ik was er heel open in, ik had een hele open houding. Ik had nog nooit eerder discriminatie meegemaakt, dus ik herkende het ook niet. Het heeft ook echt heel lang geduurd voordat het echt op mij doordrong van nou dit is niet, het is voor jou niet mogelijk, het is puur discriminatie. Ja, want op een gegeven moment het eerste wat bij je opkomt is van nou, het ligt bij jou. Dat wordt je ook gezegd, pas je gewoon aan, nee dat doen we dat, zo doen we dat al jaren, pas je aan. Dus dan ga je heel veel twijfelen aan jezelf en op het punt, wanneer je op het punt komt van nou dit is discriminatie, dat is dan al een paar jaar verder. En je bent ook uit de situatie, want op een gegeven moment hou je dan niet langer vol, dus je kiest voor jezelf en dan stap je daaruit. Als ik dus nu weer in een groep zou gaan waar het echt heel erg lang is en ik ben wederom de enige witte of de enige donkere vrouw, ik denk niet dat ik ervoor zou kiezen om daar te werken. Nee, want ik wil zo niet weer door een hele... Kijk, als er diversiteit is, nou dan zou ik wel de functie accepteren of de baan accepteren, maar als er geen diversiteit, als jou dan dezelfde persoon ziet rondlopen en ik ben het enige verschil, zou je daar niet voor kiezen om daar te werken? Helaas. Ja, ja dus dat kost mij te veel. Ja, het kost mij gewoon heel veel. Ja, snap ik helemaal. Maar dat onderscheidt ook de noodzaak voor alle bedrijven. Ja. Om echt te streven naar diversiteit. Want dan moet je kijken wat een talentje anders weggooit. Ja, precies. Dat is het. Ja. Dus ik zou Nederland willen motiveren en ook stimuleren dat ze echt diversiteit echt serieus gaan nemen. En ook de Nederlander zelf, de witte Nederlander van. Het begint echt bij jezelf. Het begint echt met hoe jij kijkt naar anderen. Weet je, corrigeer jezelf en probeer daar de betere versie van jezelf te maken om daarvoor open te staan.
waardoor wij geen andere Floyd weer tegenkomen of bij deze man. Ik heb wel de neiging om dan te zeggen jij kan het goed vertellen over wat het betekent, hè, wat het doet. Ja. Het zou volgens mij nou als zoveel mogelijk mensen dat kunnen. Ja. Ja, dat er veel meer mensen gaan spreken. Ja, ja. Op gewoon een normale manier. Ja. Discriminatie, merk ook, het is natuurlijk een taboe woord. En ik merk dat we er nu al veel rustiger over praten. Ja, het zou helpen en tegelijkertijd proef ik daar ook iets in van de verantwoordelijkheid dan neerleggen bij de mensen die eigenlijk het slachtoffer hebben. We moeten er allemaal over praten. En wij witte Nederlanders moeten daar ook verantwoordelijkheid in nemen. Ja. En dat zit, je kan je strijd ook op heel veel kleine vakjes voeren. Lach je mee of lach je niet mee als er een grapje gemaakt wordt die misschien niet verkeerd bedoeld is, maar die toch enigszins discriminerend is. Ja. Als je ziet dat een collega gepasseerd wordt in promotie en je denkt, hé, maar deze meneer heeft misschien evenveel talent, waarom eigenlijk niet? Doe allemaal die mond op. Ja, dat ligt bij ons allen. Ja, dat is ook wat er ontbrak in mijn situatie. Dan krijg je de promotie uiteindelijk, maar gewoon recht op af. Ik heb de papieren, ik heb de skills, ik heb de competenties die nodig zijn. En dan krijg je die promotie en dan is er toch wel een groepje die dan weer jou niet gunt. Of die wel zonder enige alleen zou ik niet zeggen, maar je hebt de papieren en dan nog wordt het je niet gegund. Ja. En de rest eromheen die ziet het gebeuren ook, Blanken. En niemand die even ingrijpt of elkaar aanspreekt op het gedrag. Ja, daar kun je natuurlijk allemaal eens weten. Ja, dus dat is allemaal. Ja, als je dat ziet gebeuren, dat je gewoon je mond opent en dat je durft te staan. En te zeggen, nee, dat heeft niet te maken omdat ik, het is onrecht wat er gebeurt. Ja. Weet je, dat je ook echt je mond opentrekt. Ja. Ja. Hey, zijn er vragen binnengekomen? Nee? Alles duidelijk? Goed, alles is wel zo langs gekomen. Ja. Dat betekent dat we langzaam naar een afronding toe gaan werken. En ik zou het mooi vinden als we daarin nog iets mee kunnen geven. Ik zou wel iets moeten leren van de discussie zoals die nu in de maatschappij plaatsvindt. Voor het vak HR LOA. Wat zouden dan onze belangrijkste adviezen zijn? En eigenlijk heb je allemaal even het woord om te zeggen, nou doe dit en dat. Dan gaat het de goede kant op. Mag ik met jou beginnen, Daan? Ja, zeker. Nou, twee dingen kunnen denken. De eerste denk ik, als en die is heel erg haar bij jou gericht, check je beleid dat je al hebt. En ik denk dat nu heb je gewoon een heel mooie aanleiding om te zeggen, wij willen hier iets mee gaan doen en wij vinden ook dat we hier iets mee moeten gaan doen. Met alle discussies die we hebben. Dus we beginnen bij wat hebben we al aan beleid. Vaak denk ik ook vooral in gesprek met de mensen die het slachtoffer kunnen zijn van discriminatie. De tweede is iets algemener. Wat je had het net over, tenzij ons mensen daar op een rustige manier aan vertellen. Maar ik denk dat het van ons witte mensen, dat wij daar ook wat rustiger mee om moeten gaan. Dus dat we dus niet ook direct zien als een persoonlijke aanval. Omdat discriminatie en racisme is een heel systemisch probleem. Dus het is niet gek dat in een organisatie die in die wereld bestaat, dat bij hen voorkomt. Maar het is wel weer onze taak om daar iets mee te doen. Dus als je die nuance kunt aanbrengen tussen, hoe zou ik het zeggen? Valt het vooral niet op als iemand zegt, ik voel me gediscrimineerd als een belediging of als iets van, er zijn verkeerde intenties hier. Maar zie je het vooral als een kans om het beter te doen. Clear. Monica? Mooi, het heel mooi wat daar zit, sluit ik me bij aan. Ik denk dat dat ook vraagt dat je steeds de bereidheid hebt om te wisselen van perspectief. Ja. Dus dat je echt, als iemand inderdaad zegt ik voel me gediscrimineerd, dat je werkelijk geïnteresseerd bent in waar dat gevoel vandaan komt. En dat vereist wel veiligheid in een organisatie, dat je aan beide kanten veilig genoeg voelt om die stap te maken om te wisselen van perspectief. Ik denk ook dat het al begint bij de opleiding van HR-mensen, loopbaarcoaches. Dus dat je in de opleiding, dus dat jullie ook in de opleiding goed moeten kijken. Ja. Is onze opleiding eigenlijk diversiteitsproof, zeg maar? Ja. Is die nou werkelijk, sluiten met onze opleiding iedereen binnen? Of moeten we daar nog eens opnieuw naar kijken? Wat zijn in onze opleiding eigenlijk vanzelfsprekendheden? En zijn die gespitst op? Ja.
een ieder. Ja, en ik vind dit ook heel leuk wat jullie doen. Om te kijken of je hiermee ook een bijdrage kan leveren aan het thema vasthouden. Want het is nu weer eventjes, hè, nou, er moet iets verschrikkelijk diep triest gebeuren om het weer even op de kaart te krijgen. En daar word ik aan de ene kant hoopvol van, want ik merk zeker onder jonge mensen, ik zie dat in de omgeving van mijn zoon ook, dat het leeft. Onder alle kleuren leeft het van, dit is verschrikkelijk, dit moet anders, we willen een ander Nederland zijn. En het gebeurt niet alleen maar in Amerika, het gebeurt ook hier in Nederland. Dus het is nu even weer flink op de kaart gezet. Maar hoe houden we het vast? Dat is nog wel een boeiend punt. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, sluit het bij. Ik ook aan Demonica en de sleutelpersonen binnen een organisatie, net als wat je net zei. Meestal hebben we wel een hele goede discriminatiebeleid. Maar alleen is daar heel weinig kennis van. En men heeft daar weinig ervaring mee. Of voelt zich daar, ja, als we dames zijn, dat je dan heel erg aangevallen voelt. Of wat dan ook. Maar ik denk voor HR en ook voor de verdere toekomst inderdaad. Dus dat je medewerkers, de HR-personeel, loopbaanbegeleiders en iedereen in de branche. Dat je men echt gaat opleiden, echt cursussen geven, erop uitstuurt, echt meer ervaring, kennis opdoen. En ook binnen een organisatie meerdere aanspreekpunten hebben. En ook dat ze ook weer bij elkaar komen en alle afdelingen af en toe langs gaan. Om te kijken hoe dat gaat en of er iets speelt. Dat men en dat de medewerkers ook bewust zijn van, ja, weet je, er wordt er op gelet. Ja. Waardoor er ook echt ruimte is voor de medewerkers, stel dat ze in zo'n situatie zitten, dat ze dan weten van, nee, ik kan er makkelijker naartoe en het is een veilige omgeving. En ik denk dat als dat zo wordt aangepakt, dat we echt een stap ook kunnen maken als in de HR. Oké, veiligheid is een sleutelwoord. Ja. Veiligheid voor iedereen, nou, daar kan je niet tegen zijn. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dank jullie wel voor het kijken naar het college Vista Nova. Niet zo gestoeld op traditionele kennis dit keer. Wel hoop ik veel informatie en veel waarmee je mening kunt voeden, of zo dingen kan overdenken. Ook dit college komt later weer op YouTube. Maak nog een mooi begin en een mooi einde aan. Nakijken, kun je ook eens met je afdeling nakijken als je dat leuk vindt. Doe dat ook, dat gaan we aan, daarvoor doen we het. Volgende week hebben we weer een nieuw college Vista Nova. Via onze nieuwsbrieven van zowel Graamschool als Vista Nova. School voor loopbaan en leiderschap. Kun je daarvoor opgeven. Iedere vrijdag weer van 10 tot 11. Alles wat je moet weten als HR, loopbaan of als manager. Dank voor het kijken en tot volgende week.